Ook het Mungra Medisch Centrum in Nikeri zit er, net als alle andere zorginstellingen, alle andere ziekenhuizen in Suriname, met grote uitdagingen. Grootste uitdaging, volgens Saïsta Abdul, de algemeen directeur van het MMC, zijn de financiën. Er moet heel veel gedaan worden, want het ziekenhuis die moet het hebben van de lichtdagtarieven. En er moeten grote investeringen gepleegd worden in tal van zaken, maar ook het personeel dient betaald te worden. TBN, Prime Alert, die was in het reisdistrict Nikeri, waar we een bezoek brachten aan het MMC en spraken met de directeur Saïsta Abdul, die dan veel meer vertelt over het reilen en zeilen binnen het ziekenhuis. De gezondheidszorg die heeft dus heel wat te kampen met heel wat uitdagingen, zo ook dus het MMC en een van onze eigenlijk... Je kan zeggen, een main uitdaging is dan onze financiële crisis waarin wij als zorgsector, waarin we ons nu bevinden. En u begrijpt, als je geen middelen hebt, gaat het ook een beetje moeilijk. Dus met andere woorden, als je geen middelen hebt, is de zorg, om de zorg in stand te houden, heb je dan uitdagingen op dat gebied. Maar natuurlijk met ondersteuning van de overheid kunnen wij dat doen. We zeggen altijd gezondheidszorg is staatszorg. En interventie van de staat is zeer belangrijk. En in de afgelopen periode hebben we ook gezien dat wij dat ook optimaal hebben gekregen. Als ziekenhuis als enige ziekenhuis in het westen van het land dragen wij zorg voor een populatie vanaf Koroni, Wageningen. We hebben ook de dorpen, namelijk het Wayambo-gebied en het Kabalibo-gebied en geheel Nikeri, waarvoor wij dus dan eigenlijk gezondheidszorg moeten blijven garanderen. En daar komt het, daar heb je die uitdaging, de zorg die heeft hulp nodig. We hebben hulp nodig van de overheid en de overheid is dus dan wel content om ons dus te helpen. We doen onze aanvragen en wij verwachten dus dan ook dan hulp van hun. Maar uiteindelijk komt het dan op het punt dat wij toch onze financiële problemen hebben. Dat is eigenlijk een van de grootste uitdagingen binnen de zorg momenteel. Ja. En die financiële problemen zorgen waarvoor? Ja, als je financiële problemen hebt, dan kan het zijn dat dus dan de kwaliteit die men dus dan verwacht van zo'n ziekenhuis, dat misschien in mindere mate is. Maar wij zeggen, we hebben wanneer het op ons bord ligt, zeggen wij van nee, we blijven ons best doen om steeds weer die kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen. Dat is uiteindelijk je doel, je visie, die gemeenschap voorzien van zorg. En ik zei het net eerder al, als enige ziekenhuis in het Westen, wordt er dus wel prioriteit gegeven. En ja, als we praten over, u zei, wat voor gevolgen dat heeft. En dat is dus de gemeenschap die dan de dupe van wordt, toch? Maar daarom zijn wij hier als leiding om ervoor te zorgen, zorg te dragen, dat wij die kwaliteit blijven behouden en dat we dat blijven garanderen uiteindelijk. Ja. Hoe zit het met dat stukje brain drain bij jullie binnen de zorg? Want dat is nu het grootste probleem na COVID, waarmee bijna alle zorginstellingen, waarmee alle ziekenhuizen nu zitten. Ja, het wegtrekken van vooral verplegend personeel. Kijk, in het MMC hebben wij hier, we hebben pendelende specialisten. Met andere woorden, specialisten die vanuit dus Nederland komen. Bij hun gaat dat, het is een relatiesysteem, dus ze blijven om de 6 weken. Komen. Maar kijken we naar het verplegend personeel, dan hebben we dat wel. Niet in grotere schalen. Het is dus wat minder dan in vergelijking met Paramaribo. Maar we hebben ook daarmee te kampen gehad dat er dus dan ook heel wat gekwalificeerd personeel dus dan toch besluit om dan weg te gaan. Dus ja, dat is wel ook een van de uitdagingen. Ja. Los van de financiële crisis heb je dus dan ook dat. Want u zegt, als ziekenhuis heb je een core business. En je core business is die ziekenzorg. Toch een ziekenhuiszorg bieden. En daarvoor heb je dus dan ook verplegend personeel nodig. Je hebt medici nodig. En dat moet dus in place zijn. En als we kijken naar de uitdagingen gewoon binnen de zorg, landelijk, dan zien we wel dat we dus te kampen hebben met het wegtrekken gekwalificeerd personeel. En als directie, hoe speelt u daarop in? Kijk, we moeten de mensen blijven motiveren. Want als we kijken naar wat de reden erachter is van waarom men wegtrekt, dan
komt het dan erop neer dat men gedemotiveerd is. En wat is die demotivatie? Kijken we naar de financiële crisis binnen in het land zelf, dan begrijp ik best wel dat mensen dus een betere waardering nodig hebben. Vooral onze verpleging. De verplegenden die hebben zeker een betere waardering nodig. Wij blijven praten. Men zegt praten helpt. Dus wij blijven praten. Maar ja, je kan ook niet te lang mensen vragen om hoop hebben, moeten we allemaal hebben. Maar uiteindelijk dan zeggen ze ook van, weet je, we kunnen onze geduld raken ook op, we willen betere waardering. Dus misschien ook een signaal naar die overheid en naar de regering toe, dat we denk toch met z'n allen toch even moeten kijken van hoe kunnen wij ons personeel, in deze dus vooral het verplegend personeel, mensen binnen de zorg beter gaan waarderen. Ja. Want dat is een van de zaken die, waarbij de mensen gedemotiveerd zijn. Ja. En hoe groot is uw bestand van zorgpersoneel? Zorgpersoneel nu moet, ik ken het totaal, dus dat is ongeveer 480 man die dus dan werkzaam is binnen het MMC. En binnen de zorg zelf, dan praat over verpleging, moet om bij de 130 zijn. En artsen en specialisten? Dus de rest dan is dan artsen, specialisten, administratief personeel en ook ondersteunende afdelingen. Ja. En u hebben hier echt alle specialisaties? Ja, binnen het MMC hebben we alle specialisaties. Dan praten we over de 5 basisspecialismen en ook nog de andere specialismen zoals de KNO. Zelfs hebben wij, we hebben gynaecologie, we hebben urologie, we hebben, noem maar op, de basisspecialismen hebben we in huis. Ja. Ik heb begrepen dat er een kwestie hier gaande is met de generator. Ja, dat klopt. De generator die is dus dan, was een lease-overeenkomst die wij hebben met Surma, dus Kersten. Een Kerstenlease noemt men dat. En onze lease-overeenkomst is dus dan eigenlijk al, je kunt zeggen, aan het eind gekomen. Mm-hmm. Waarbij dus dan natuurlijk, ik zei al in het begin, we hebben een financiële crisis. En vanwege natuurlijk ook een achterstallige betaling, heeft dus dan ook Kersten besloten om. Dus eigenlijk niet, we praten niet over het weghalen van de generator. Er is nog geen sprake van weghalen, maar er is wel sprake van onderhandeling, van overkopen. Want u begrijpt, lease is nog niet van mij. Mm-hmm. Ik moet het overkopen. En gezien de staat waarin de generator zich bevindt en natuurlijk met de totale installatie die er al is, is het dus raadzaam en hebben wij als bestuur en als directie besloten om dus de generator toch wel te om het dus dan toch te behouden binnen het MMC. En u begrijpt, generator is het hart van het ziekenhuis, dus het behouden is punt 1, maar het punt 2 is hoe behoud je dat en je moet het kopen. En daarvoor heb je financiële middelen nodig en daarvoor hebben we ook aangeklopt bij de overheid. En het ministerie van Volksgezondheid heeft dus ook geïnterveerd en wij wachten dus nu even een spoedige oplossing. En wat is het leasebedrag en hebben jullie er slechts maar 1 generator? Momenteel is er maar 1 generator, ja. En het is een grote generator die dus dan eigenlijk de hele capaciteit hier heeft. Anders zeg het gaat om een bedrag van $85.000 die dus dan vrijgemaakt zou moeten worden voor de generator. Dat is aankoop van de generator. Ja. Ja. Directeur Abdul, u hebt vaker onderstreept de financiële uitdagingen waarmee jullie zitten. Maar wat staat er op uw verlanglijst voor het MMC? Nou, zeker. Dat als het financiële is opgelost, kunnen we ook veel meer organisatorisch betekenen. We kunnen dan ook beter beleid uitstippelen, want dan praten we over, wanneer we praten over kwaliteit voor de zorg, dan begrijpt u dat jij dan, we hebben specialismen. Ik heb het net al genoemd, we hebben alle specialismen in huis. Maar u begrijpt, specialismen mag je hebben, maar je hebt ook hoe stel je een diagnose vast? En dan heb je een laboratorium nodig, je hebt een apotheek nodig, je hebt een röntgenafdeling nodig. En al deze afdelingen moet je dus draaiend kunnen houden en dat alles kost geld. Toch? Dus je moet middelen ervoor hebben om uiteindelijk het lab te kunnen bevoorraden, zodat het lab dan weer, dat je dus dan weer diagnoses kan vaststellen en dat je zo ziektebeelden kunt gaan behandelen. Toch? Maar natuurlijk, wishlist heeft een ieder en ook wij als leiding hebben dat. Wij willen altijd nog een Moengra Medisch Centrum zijn. En natuurlijk met de ontwikkelingen binnen Nikeri, als we kijken naar alle oliefondsen, offshore dingen, willen wij dus dan ook die centrum kunnen zijn. Niet alleen voor
Nigeria, maar ook voor daarbuiten. Toch? En uiteindelijk zeggen we altijd, het MMC is de McDonald's, noem je dat, van Nigeria. Toch? Ik moet, wanneer die Nigerianen gaan, speciaal naar een McDonald's in Paramaribo om een patatje te halen, zou men dus ook eventueel voor een beenfractuur speciaal naar Nigeria kunnen komen om bijvoorbeeld de operatie aan te gaan. Dus dat zijn eigenlijk onze voornemens voor de komende periode, dat je dus uiteindelijk het hart van Nigeria, maar eigenlijk het westen van het land wilt zien. Ja. Hoe groot is jullie beddencapaciteit? Onze beddencapaciteit nu is om en bij, als ik het goed heb, moet het zijn bij de 120. 120, tussen 120, maar natuurlijk moeten we de MCU ook erbij tellen. Maar totaal 120. En dat is jullie grootste, als ik het zo mag zeggen, de grootste manier om het geld binnen te krijgen. Dus dat is elke andere ziekenhuis. Precies, dat is waarvan wij als ziekenhuis verdienen aan lichtdagen. En dat is dus dan wat jouw verdienmodel is, toch? En wil je die core gaan versterken? Wil je dus dan toch... zoals men zegt, die kwaliteit blijven garanderen, dan zou je dan elk bed moet dan ook voorzien zijn van alles eromheen. Dan praat ik over verplegen, apparatuur en alles eromheen. En dat is een investering. En binnen het MMC is er de afgelopen jaren, als ik het goed mag zeggen, is er de afgelopen 15 jaar, tussen de 15 en nu, is er niet echt gedaan aan vervangingsinvestering. En dat is nog een grotere uitdaging voor ons, want daarbij zit je al in een financiële probleem. En dan moet je dus dan nog te maken hebben met het uitvallen van bepaalde apparatuur, weet je, het vervangen van apparatuur. En daar heeft men jammer genoeg de afgelopen leidingen hiervoor hebben dus dan niet daarin geïnvesteerd. En dat is jammer, want dan is alles nog op ons bord natuurlijk. Vervangen en ook nog blijven continueren. Tot slot, onder uw bezinnende leiding, waartoe wilt u, welke richting op wilt u met het ziekenhuis? Nou, natuurlijk wil je een mooi ziekenhuis van maken. Je zegt, zoals ik het ook zei, van je wilt het hart blijven in het westen van het land. Maar uiteindelijk gaat het om de patiënten. Kijk, wij mensen zullen blijven ziek worden. Wij moeten dus een opvang zijn voor de zieke mens. En die kwaliteit willen we blijven bieden. En met ondersteuning, waarvan ik ook overtuigd ben dat de overheid ons zal blijven geven. Dat wij dus dan van het MMC een pracht van een ziekenhuis kunnen maken. Uiteindelijk is dat onze enige en beste wens.